Bij het bezoek van de delegatie naar Guyana hebben we ook gehoord over de mogelijke samenwerking op het gebied van de aardolie- en gassector. En wat wij weten is dat Guyana reeds ver gevorderd is met de voorbereiding om eventueel gas te gaan produceren met een gaspijplijn richting de Demerara rivier. Van daaruit richting Suriname is ongeveer 160 kilometer en dat zou betekenen dat wanneer wij in een situatie komen dat wij ons gas via Guyana produceren, dat het natuurlijk over land goedkoper zou zijn dan over zee, maar dat zou betekenen dat Suriname toch wel heel afhankelijk zou zijn van Guyana. Ik pleit ervoor, we hebben niet veel ruimte vandaag, maar dat de regering, omdat ik heb begrepen dat binnen 2 weken er een commissie komt, die zal kijken naar deze activiteiten, dat Suriname toch wel, wat dit betreft, en dat beseffen we natuurlk, samenwerkingsverbanden, et cetera, maar dat we toch wel kijken naar het belang van Suriname en ervoor zorgen dat wij onze eigen pijplijn zullen aanleggen, waarbij we natuurlijk in Suriname kunnen komen door de productie binnen de petrochemische industrie, meststoffen en dergelijke, maar ook de opwekking van energie, die zal leiden tot andere industriële ontwikkelingen, met natuurlijk alle voordelen van Suriname. Ik zal het voor dit moment daarop houden en ik pleit erbij dat de regering goed nagaat wanneer ze de commissie samenstelt, dat met dit soort aspecten, natuurlijk samenwerken is mooi, maar rekening wordt gehouden met het Surinaams belang. Dank u voor dit moment.